Kijkers, wij zijn vandaag op PCS en we hebben vernomen dat de arbeiders hier weer in baat zijn. Ze werken niet, want ze hebben hun TWK niet ontvangen over de maand december. Hun TWK werd verdeeld in 3 maanden, november, december en januari. Maar over het maand december hebben zij dus dan nog niet ontvangen. Wij zullen dan een gesprek houden met de bondsvoorzitter, en zodat zij ons kan uitleggen wat er allemaal gaande is. Kijkers, en we zijn hier bij de bondsvoorzitter van PCS. Goedendag mevrouw Piquet, hoe gaat het met u? Goedemorgen is het. Het gaat toch wel redelijk. Alleen gaat het niet zoals het moet gaan. Want er zijn een paar turbulenties binnen de instelling. En kunt u ons vertellen wat die turbulenties dan zijn? Ja, er is 14 november een afspraak gemaakt samen met de minister, waar ook de algemeen directeur bij was met betrekking tot de uitbetaling TWK gelden 2023. Er is daar opgemaakt dat 1 november de eerste tranche zou moeten gebeuren. En u weet, het is ook uitbetaald nadat we in actie zijn gegaan. En vanaf toen begonnen we te zeggen, toen we bij de minister waren, van let u erop. December is een korte maand en we hadden die garantie dat het voor kerst uitbetaald zou worden. Oké, natuurlijk in december gaat het met 31, maar u weet met die feestdagen, de banken sluiten eerder, iedereen is in een feestmood. Dus de tempo om te werken neemt af. Maar niemand heeft met ons gecorrespondeerd van kijk, we hebben die afspraken, maar vanwege die feestmaand en de drukte is het niet haalbaar om het conform afspraak uit te betalen. Dan had de bond wel gekeken van oké, wat kunnen we doen? Maar het jammerlijke is dat ook onze kerstratificatie is uitgebleven. Het is pas gisteren gestort voor SPSB. En tot op heden hebben niet alle banken. Dus het is geworden stilzwijgend een najaarsratificatie. Maar niet daarom zijn we in actie. We zijn in actie om de TWK. En onze tweede tranche dat december uitbetaald moest worden, is er ook nog niet. En heeft u intussen al contact opgenomen met de directeur? Ja, we komen enkele minuten terug van de directeur. En daar waren we met meneer Schneiders. Omdat de directeur ons gisteren heeft ontvangen. Hij was samen met de medisch directeur. En er zijn een paar keiharde zaken gevallen waar we oneens mee waren als bondsbestuur. Dus we hebben daar besloten om dan het gesprek te laten voeren met onze moederorgaan. Dat is meneer Schneiders. En ja, het was vanmorgen super stil. Het is duidelijk geweest dat de mensen thuis blijven totdat het geld is gestort. Maar natuurlijk moeten we ze die informatie geven. Dus vanmorgen zijn ze 8 uur uitgenodigd om die informatie met ze te delen. En sinds wanneer zijn jullie in actie? Het model dat we hebben besproken is eigenlijk 31 december 00 uur ingegaan. Maar dan had je nieuwjaar ertussen, dus de mensen hebben zich gisteren aangemeld. Ze zijn toegesproken, natuurlijk waren de gemoederen verhit. En we hebben ze gezegd van kijk, het zijn werkelijk afspraken, want die mensen wilden hun geld. Wij kunnen ze dat niet bieden, omdat wij ook afhankelijk zijn vanuit het ministerie. Er was geen duidelijkheid nog van de kant van de minister, nog van de kant van de directeur. Dus de mensen hebben gezegd dat ze het werk neerleggen en komen wanneer het geld beschikbaar is op de rekeningen. En u zei je kwam van de directeur. Wat heeft de directeur gezegd? Gaat hij dan contact opnemen met de minister of gaat hij dan een paar stappen ondernemen om dit alles weer correct te krijgen? Nou, hij heeft gezegd, hij heeft contact gehad met de minister. En die heeft aangegeven dat er nog geen geld beschikbaar is. Dus hetzelfde boodschap heeft hij ons gegeven. Maar gisteren heeft ook de minister gebeld met onze voorzitter. En die gaf aan het jammer te vinden dat we meteen voor het uiterste middel hebben gekozen. De minister moet wel één ding weten. Kijk, een TWK ontstaat niet zomaar. Het is geen salaris. Een TWK wil zeggen het zijn gelden die zijn opgespaard door... Misschien waren er geen middelen. Of men zegt van oké, nou, soms onderschat je een bepaald bedrag. Maar tussentijds kunnen er zich zaken voordoen waarbij je toch niet dat bedrag dat je had willen betalen kan ophoesten. Dus die TWK is ontstaan door vertragingstactieken. En daar hebben die leden al geduld gehouden. We zijn in een actie gegaan. Je hebt gezegd als minister... Eind november, eind december, eind januari. De mensen hebben geduld gehouden. En eind december zie je niets.
Nee, man. En dat zegt de medisch directeur gisteren aan tafel met ons. Dat hij ons aan de groene tafel gaat brengen. Want het is iets dat hij gewend is te doen. We zijn niet bang voor de groene tafel. Hij mag gaan. En meneer Snijders heeft het ook duidelijk gemaakt vanmorgen aan de algemeen directeur. Jammer, de medisch directeur was er niet. Maar ik denk wel dat hij zijn portie zal krijgen van de algemeen directeur. Waarom zei hij dat hij jullie zal brengen naar de groene tafel? Omdat het eigenlijk komt als een verdienstweigering is. Terwijl het geld is dat de mensen moeten krijgen waarvoor ze al arbeid hebben verzet. Het is geld van 2023, januari tot en met augustus. Het eerste tranche is betaald, dus er zijn nog 2 tranches over. Kijkers, wij hebben daarnet gesproken met de bond en wij zijn hier voor wederhoor bij de directeur. Dus wij zullen even kijken als wij de directeur kunnen spreken, om ook te weten vanuit zijn zijde wat er precies gaande is en als er ook oplossingen zullen komen. Directeur, goedendag, hoe gaat het met u? Goed hoor, goedendag. We kwamen net van de bond en ze gaven aan dat ze hun TWK niet hebben ontvangen over de maand december die eerste kerst gestort zou moeten worden. Waaraan ligt dat? Nou, eerste kerst, het zou eind december gestart worden, niet eerste kerst. Maar de verwachting was misschien dat eerste kerst zou zijn, maar was gezegd eind december. Zo die tweede tranche, de eerste tranche was gepland in november. Waaraan het gelegen heeft, de voorbereidingen zijn gedaan. Het is ergens blijven steken, mogelijk bij financiën. En daarvoor gaan we met financiën een van die dagen zitten om te kijken wat er een beetje fout gegaan is. Want niemand is happy ermee. De bond gaf ook aan dat ze met u hebben gesproken. En dus u zegt nu dat u dan naar financiën zult gaan om een gesprek te houden zodat dit alles dan goed komt. Ja, maar dus ik ga niet naar de financiën. Ik ga niet naar financiën omdat de bond de vraag heeft gesteld. Ik ga naar financiën om te kijken wat maakt dat wij bijvoorbeeld zo soms laat zijn met de uitbetalingen. En dit zou dus eind december betaald moeten worden, beschikbaar gesteld moeten worden. Maar dat is niet gelukt. Dus ergens is er iets gebeurd wat ik althans niet weet. Ik kan de bond dat dus ook niet vertellen. We hebben dus eind december hebben we even erover gesproken. En de verwachting was dat het op 29e gestort zou worden. Maar toen wij informeerden was gezegd dat op 28 en 29 de banken rond 10 uur zouden sluiten. Dus mogelijk is dat het geweest. En hoe staat het nu? Want de mensen zijn, ze staken, ze willen niet werken, want het is een no pay, no work. Hoe staat het nu dan? Want dan komen jullie, komt PCS in een arbeidnood, of kan je zeggen werkkrachtnood? Ja, no work, no pay, laat me dat niet even gebruiken, want het is een beetje gevoelig. Hier is een ziekenhuis. We hebben niet alleen medewerkers, alleen om medewerkers ging. Dat zou wel zeggen van, oké, het kan misschien even op zich laten wachten. Maar hier hebben we ook patiënten die we verzorgen, cliënten die we verzorgen. En met de acties is niemand happy. Ik zeker niet. Omdat wat wij horen proberen op te vangen door mensen die wel de mogelijkheid hebben of wel gekeurd zijn om in de keuken te werken bijvoorbeeld. Dat zij de keuken naast hun normale werkzaamheden dus ook in de keuken hun ondersteuning geven. Zodat de cliënten wel voeding voorzien worden. Maar overig personeel die hier aanwezig is, die werkt dus gewoon door. Zodat de processen in de instelling wel voortgang hebben. Directeur de bond gaf ook aan dat ze hier waren met een zekere heer Snijders. En hij sprak ook, of hij had ook een gesprek met u. Kunt u ons zeggen hoe dit alles dan is afgelopen? Ja, dat is waar, meneer Snijders. Waar ik zie. Maar laat me even teruggaan. Op 1 januari heb ik de bondsvoorzitter, mevrouw Brandestein, gebeld in de avond, voor vroege avond, om te zeggen van, jullie gaan waarschijnlijk vanaf 2 januari in actie. Wat hebben jullie gepland? Omdat wij toch even moeten kijken, u moet ons misschien de ruimte geven, althans de minister de ruimte geven, om te kijken waar het fout gegaan is, of waarom de voorbereidingen niet getroffen zijn, of waarom dat geld niet beschikbaar is gekomen. Toen zei ze, ze gaat kijken. Ze gaat kijken of ze een ultimatum kunnen geven. Dus ik kwam dinsdag hier op het werk met het idee van, er wordt wel een ultimatum gegeven aan directie en de minister. Maar dat is niet geweest. De mensen zijn dus naar huis gestuurd. Gisteren heb ik met directie hier besproken van, laten we de bond uitnodigen en vragen om de mensen toch te roepen. Want het is niet goed om zo snel het tot uiterste over te gaan. De bond is geweest, ze hebben gezegd,
nee, de mensen willen niet werken, ze willen hun geld hebben, want we zijn achter net betalen. Dus ze willen het geld. Kijk, salaris was gestort, dat is belangrijk. Dat was één. Salaris was gestort, dus de TWK's daar is er iets misgegaan. Toen heb ik gezegd, maar voorzitter, ik vraag u om de mensen, als u met de mensen praat, kunt u de mensen wel, precies zoals ze naar hun zijn gestuurd, kun je ze misschien vragen van, hé, kijk, laten we toch even de ruimte geven. En dat ze weer vanaf vandaag op het werk komen. Toen zei ze niet, ze gaan niet komen. Als ik wil, kan ik meneer Snijders vragen, met hem praten. Toen zei ik ook eens, meneer Snijders, die is van de Moederbond. Als ik met hem moet praten, dan laat hij komen. Laat hij morgen komen. En hij is vandaag geweest. We hebben vandaag een gesprek gevoerd. Maar die meneer Snijders heeft gezegd, nee, hij gaat de mensen niet roepen, zolang dat geld niet is gekomen. Dus we zijn niet verder gekomen dan dat. Meneer Snijders heeft gezegd, heeft mij de vraag gesteld, wanneer is dat geld beschikbaar? Ik zeg, oké, als u stelt dat u de mensen niet terug gaat roepen, kan ik je heel kort zeggen, dan moeten we wachten. Als het geld beschikbaar is, als het op onze rekening staat, ga ik mevrouw Brandestein, die mijn gesprekspartner is bij PCS, dan ga ik haar zeggen dat het geld is gestort, kun je de mensen dus nu wel roepen. Dus ik verwacht dat vandaag is woensdag, laten we hopen dat dat voor vrijdag het al gestort is, dat ik via mevrouw Brandestein, die voorzitter is van de bond van PCS, de mensen terug kan roepen. Er is ook sprake van dat de bond gesleept wordt naar de groene tafel. Waarom is dat dan zo? Omdat wat ik heb vernomen is omdat ze vaker in actie gaan. Is dat zo? Ja, kijk, er is niet, ik weet niet hoe het gezegd is aan jullie, maar het is niet gezegd dat wij of dat directie bond gaat slepen naar de groene tafel. Er is steeds gezegd, het gaat erom dat dat ook een optie is. En niet dat de bond per se moest gaan. De DVG heeft gisteren aan de bond gezegd, kijk, we kunnen ook kijken als je de mensen niet terugroept, want het is oneerlijk ten opzichte van de mensen die blijven werken en dubbele functies hier moeten, of dubbele functies, maar dus extra hard moeten werken om alles nog draaiend te houden. Dat is een beetje oneerlijk ten opzichte van de mensen die thuis zitten en alle toelagen ze nog door blijven kijken. Dus hij zei, dus daarvoor kan ik ook zeggen, dan sliep ik naar de groene tafel, want anders gaan we toelagen moeten inhouden. Mijn voorzitter wil dat gaan doen. Althans, ik zat erbij, ik heb dat niet horen zeggen. Of dat hij dat bedoeld heeft gezegd, dus dat ook een optie is. Als dus de mensen niet komen werken, kunnen we ook zeggen, voor de aantal dagen dat jullie niet gaan werken hebben, dan gaan we die toelagen inhouden voor die dagen. Maar niet dat de bond, kijk, natuurlijk als een medewerker meegesleept wordt, dat de bond dan misschien ook meegesleept wordt. Maar ik wil niet zo ver denken en ik denk dat de medisch directeur, of waarnemend medisch directeur, ook niet dat gemeend heeft. Hij is niet hier, dus ik kan niet voor hem praten, maar dat zou hij niet bedoeld hebben. Hij heeft gewoon gezegd dat dat een optie is. Dus het is misschien verkeerd begrepen, misschien verkeerd gezegd, dat de directie hier gezegd heeft dat we de bond naar de groene tafel gaan slepen. Zo is het niet.